Dankjewel Wout, wat een ontzettend leuk filmpje. Volgens mij was ik 3 toen deze sneeuwwinter was. Ja, ik ben een stuk ouder, dus ik denk dat ik 7 was. Ik heb altijd bij dat soort taferelen, heb jij dat ook? Dan krijg ik een beetje trek. Ja, ik heb ongelooflijke zin in pizza. Ik heb eigenlijk ook wel heel veel zin in pizza. Denk je dat we die kunnen bestellen? Want we krijgen dadelijk toch muziek. Nou. Zal ik bellen? Ja. Heel, loggen, hè? Heel graag. Het Trefpunt of hoe heet die zaak hier? Ja. Kijken of die werkt überhaupt vandaag. Goedemiddag. Ja, goeiedag. U spreekt met Marije Alma. Ik wilde... Goeiedag. Bezorgt u ook pizza's? Ja. Kunt u die ook naar de Schouwburg in Lochem brengen? Ja, tuurlijk. Wat mag het zijn? Super. 1 pizza tonijn. 1 quattro stagioni. Sorry, maar wat zit daarop? Oké. In de Schouwburg in Lochem? Ja, graag. Hij is gewoon open. Mag gewoon naar binnen lopen. Kan dat rond 17:15? Kwart voor zes. Om 17:45? Ja. Ja hoor, is helemaal goed. Nou, fantastisch. Dank u wel. Oké, dank u wel. Dag. Doei. Lekker. Zin in. Hé, als wij... we moeten even op die pizza wachten. Ja. Marijn, jij gaat weer wat voor ons zingen. We zijn heel blij dat je er weer bent. Maar kun je wat vertellen over jezelf? Ja, zeker. Ik ben Marijn. Ik ben werkzaam als zangeres. Zo is dat natuurlijk dit jaar een beetje lastig. Normaal gesproken treed ik heel veel op met coverbands, kermissen, tentfeesten, dat soort dingen. En ben zangdocent. Maar ja, alles een beetje lastig dit jaar. Ben daarom wel extra blij dat ik hier dit samen met jullie mag doen. En dat ik hier toch weer een beetje kan zingen en optreden. Dat is een heel fijn gevoel. En je bent niet alleen gekomen. Wie heb je meegenomen? Nee, zeker niet. Ik heb vandaag Tim van Buitenen mee als begeleider. Wij kennen elkaar van het Artes Conservatorium, waar we allebei studeren. Vertel Tim, hoe gaat het met jou nu? Ja, eigenlijk voor mij, ik doe ook hetzelfde werk als Marijn. Maar dan geef ik pianoles. Ik ben zelf ook toetsenist. Ik speel in verschillende bands, maar die nu in deze tijd stil liggen. En verder probeer ik vanuit huis uit les te geven online. Dat is best wel lastig. Maar ik blijf toch hopen op betere tijden. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik hier vanavond mag zijn met Marijn. En als het dadelijk beter gaat, waar kunnen we jouw gegevens vinden? Op mijn website timvanbuitenen.nl. En daar heb je verschillende kanalen waarop je mij kan berichten. Hey, jullie hebben samen een heel mooi nummer voorbereid, een kerstnummer. Waar moeten we op gaan letten als we gaan luisteren? Ja, nou, er wordt mij gevraagd om een kerstliedje te zingen. Dan is de keuze echt reuze. Er zijn zoveel mooie nummers gemaakt. Maar dit liedje is wat mij betreft echt heel raak voor dit jaar. Als je op de tekst let, zul je merken dat het bijna lijkt alsof het voor dit jaar geschreven is. Nou, we gaan lekker luisteren. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again.
we'll gather near to us once more. Someday soon we'll all will be together. If the fates allow, and until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry but very little Christmas now. Nou, dat was wel een heel toepasselijk nummer, hè, als je die tekst beluistert. Prachtig. Echt prachtig. Fantastisch. Prachtig nummer. Dank je wel. Dank jullie wel. Graag gedaan.